Je kunt het dak op tijdens de dakendagen in Rotterdam. En iedereen weet dat je natuurlijk kunt genieten van het uitzicht over de stad vanuit verschillende locaties. Maar het is ook altijd gecombineerd met gekkigheid. Zoals hier op het parkeerdek van Hudson's Bay. Het idee is om door je doolhof naar een uitzichtpunt te gaan en eens op een andere manier naar de stad te kijken. Je ziet de stad weer vanaf een hele andere kant. Maar ik was hier gisteravond en toen zag ik alleen al dat bamboe staan. En dat vond ik al zo absurd dat ik dacht, ja, dit klopt wel heel erg bij de daken daar. Ja, het is toch wel een beleving hoor, om zomaar op een van de daken van de lijnbaanflats in het centrum van Rotterdam te staan. En ook hier hebben ze weer een ludiek idee. De komende twee dagen, op zaterdag en zondag, is iedereen welkom om hier op het dak van het uitzicht te genieten in de ballenbak. Ja, op vrijdagavond en zaterdagavond zijn er hele bijzondere voorstellingen. Drie jongleurs samen met een beeldend kunstenaar. Het is een voorstelling die gaat over codes en hoe codes de maatschappij hebben beïnvloed. Dus modern circus. Ja. En als je de dakendagen gaat doen met je vrienden of vriendinnen en je wil een beetje leuk thuiskomen, dan sluit je af bij de Westblaak parkeergarage aan de Hartmanstraat. Neem je een bloemetje mee voor je lief. De hele parkeergarage komt vol te staan met mooie bloemen en planten die geschikt zijn voor je dak of balkon. En we hebben winkelwagentjes en mandjes, dus je kan echt de supermarkt, je kan gewoon hier rondlopen en lekker uitzoeken wat je wil hebben. We hebben ook deskundigen rondlopen, mensen die er echt verstand van hebben. Dus als je advies nodig hebt van ik heb heel weinig zon, ik heb alleen maar schaduw of het waait heel hard op mijn balkon. Dan kunnen zij je helpen met de geschikte planten uitzoeken. Daar hebben we een leuk systeem voor, je kan ze opbellen zeg maar. En we hebben een lekker zondek, we verkopen ijsjes. Ja, genoeg te doen hier denk ik. Keep it in the ground. Keep it in the ground. In Rotterdam hebben tientallen jongeren meegelopen in een klimaatmars. Het klimaatbeleid van de stad kan voor deze groep niet streng genoeg zijn. Wij hopen te bereiken dat het vandaag duidelijk wordt hier bij de gemeente en bij de mensen in Rotterdam. Dat ook hier actie voorgaan moet worden om de transitie effectief aan te kunnen pakken. En verder hopen we natuurlijk aan het stadhuis en aan de gemeente te laten zien dat er wel een grote groep jongeren is die wat wil doen aan het klimaat. En die toch wel echt daadkrachtig duurzaamheidsbeleid wil. Klimaatcrisis is een noodgeval. Er gebeurt veel te weinig om de klimaatcrisis hoofd te bieden. Begin maar eens met het afschaffen van de vrije kerosine. Dat er belasting komt op de kerosine. Dus niet zoveel naar Lissabon voor twee dagen, hè? Jullie ook niet, hè? Ja. En er zijn nog heel veel andere stappen die ze kunnen nemen. Maar autoluw maken van straten of inzetten op meer duurzame auto's. Ja, dat moeten hun weten. Maar als ze allemaal uit Rotterdam komen, mogen ze het hier doen. Maar anders doen ze het lekker in hun eigen stad. Het is hun mening, maar ik sta anders voor. Nou, het deed mij enorm denken aan heel erg vroeger, want ik ben een oude man inmiddels. Jaren 70, toen liep ik ook zo. Maar ja, het is opvallend om dat weer te zien. I think it's absolutely beautiful. And it's necessary, and there should be more. Ik denk dat ze er allemaal voor zijn. Dat het dus, en ook leuk dat het allemaal jongelui zijn die daar zo op reageren en protesteren. En ik hoop dat ze er succes mee hebben. When do we want? Climate justice! When do we want it? Now! Nou, altijd als ik de boksschool binnenkom, het eerste nummer wat ik opzet als een soort eerbetoon en respect naar mijn vader toe, is het nummer van Eye of the Tiger opzetten. En dit is het nummer van jou? En van vader. Je vader. Ja, klopt. Ja, kijk, kippenvel. Ja. Links direct en rechts opstaan, links doen. Stop. Frans van den Herik was boxing 82, tot hij vorige maand onverwacht overleed op 78-jarige leeftijd. De roemruchte boksschool uit de Rotterdamse Afrikanenwijk leek knock-out, maar krabbelt nu weer op. Dochter Diana neemt het over. Ik doe er alles voor om zijn gedachten goed hoog te houden. Het was zijn lust en zijn leven. Boxing 82 is niet knock-out? Is niet knock-out. Hij zal altijd, zolang ik er ben, blijft hij bestaan. Tot zover Kijk op Rijnmond. Ga voor meer nieuws naar rijnmond.nl of onze app. Ik wens je nog een hele fijne dag verder.